Dit is een bespreking van het laatste stukje van de toespraak van Hanno in de Senaat van Carthago. In het onmiddellijk voorafgaande heeft Hanno al de conclusie getrokken dat de oorlog met de Romeinen nog lang niet is afgelopen. En in wat nu komt gaat hij verwijzen naar de eerdere Eerste Punische Oorlog, die ongeveer hetzelfde verliep. Eerst dachten we dat we wonnen en dat is uiteindelijk ook fout gegaan. Hoe kwam betekent hoe. Een eindje verderop staat een andere kwam. Hoe afwisselend de overwinning in de eerdere Punische Oorlog geweest is. We zijn met velen, zegt Hanno hier, plerique super sumus. We zijn met velen over. Qui meminerimus, die zich dat herinneren. De conjunctivus meminerimus is definiërend. Er zijn nog veel van zulke mensen die leven nu nog, zegt Hanno, die nog weten hoe gevarieerd, hoe afwisselend die Eerste Punische Oorlog verliep. Dat punico dat staat tussen vierkante haken, omdat sommige uitgevers denken dat het er niet in hoort. Numquam, Hanno haalt herinneringen op. Nooit. Te land en ter zee, terra marique, vaste uitdrukking, geeft een plaats aan. En dan is het onderwerp res nostrae, onze zaken, onze omstandigheden. En de persoonsvorm is visae sunt. Nooit te land en ter zee zijn onze omstandigheden geschenen, schenen onze omstandigheden magis prosperae, meer voorspoedig dan voor de consuls Gaius Lutatius en Aulus Postumius. Dat zijn de consuls van het jaar 241. Je weet inmiddels dat de Carthagers toen verslagen werden. Dus nooit leken onze kansen beter voor de consuls voor dat jaar 241. Dat fuerunt, dat is het onderwerp daarvan is nog steeds res nostrae. Nooit schenen onze zaken, onze omstandigheden meer voorspoedig dan die omstandigheden geweest waren voor het consulaat van die twee heren. Toen zij wel consul waren, Lutatio et Postumio consulibus, ablativus absolutus, dat is dus het jaar 241, de victi sumus, zijn wij geheel verslagen. Victi sumus betekent we zijn overwonnen, de victi is dat geheel. We zijn neer overwonnen, zou je bijna kunnen vertalen. Ad egates insulas, bij de Egatische eilanden. Dat is de definitieve vlootoverwinning van Rome op Carthago in 241 voor Christus. Quotsi, maar als. En dan doet Hanno eerst een wens, die conjunctivus avertant, die geeft een wens aan. Onderwerp van avertant is die, zelfs als dei, is goden. Mogen de goden, it omen, dit voorteken afwenden. It quod die omen, een voorteken dat de goden mogen afwenden. Dat voorteken is dus dat uiteindelijke verlies in de Eerste Punische Oorlog. Dat beschouwt Hanno als een voorteken voor de afloop van nu. We kunnen er wel gunstig voor staan, maar we hebben al een keer meegemaakt dat dat slecht kan aflopen. Maar als, wat God mogen veranderen, zou je nu kunnen zeggen, nu ook het lot iets afgewisseld zal hebben of iets zou veranderen. Dat variaver, het is van dezelfde stam als daar, dat varia, dat is natuurlijk opzettelijk. Dus als het lot nu ook in ons nadeel zal veranderen, dat is wat hij bedoelt natuurlijk. Verwachten jullie of hopen jullie dan op dat moment op vrede, wanneer wij overwonnen zullen worden. Dus als we dan ook verliezen, hopen jullie dan op vrede. Vrede die, hier is kwam dus een betrekkelijk voornaamwoord, vrede die nu niemand geeft, nunc dat nemo, die nu niemand geeft, cum vincimus, wanneer wij aan de winnende hand zijn, presens. We zijn nu aan de winnende hand, niemand geeft ons vrede, heeft Hanno in het voorafgaande al gezegd. Verwachten jullie dan dat als wij overwonnen worden, cum vincemur, dat iemand je dan vrede gaat aanbieden? Hanno lijkt dat overwonnen zullen worden al, trouwens als een feit te beschouwen. Ego, nu gaat hij zijn mening geven. Hè. Dat onderwerp ego, dat congrueert met dat HBO daar. Ik heb, ik weet, heb ik vertaald. Ik
Zie quiz als iemand, nou zie betekent quiz, ali quiz, als iemand mij zal raadplegen, dat mij moet je aanvullen, dat staat er niet. Als iemand zal raadplegen over vrede, en dan geeft hij twee mogelijkheden, sui sui, vrede die aangeboden moet worden aan de vijanden, of geaccepteerd zal moeten worden van de vijanden. Dat aanbieden, dat is dus nu wij winnen. En dat accipienda, het aanvaarden ervan, als wij straks, mogen God dat verhinderen, verloren hebben. Dan zullen we een vrede moeten accepteren. Dus als dat de keuze is, als dat de vraag is, zegt Hanno, dan heb ik, staat er letterlijk, wat ik zal zeggen van mening. Wat ik als mening zal geven. Dan weet ik wat ik als mening zal geven. Als jullie beraadslagen, referen is beraadslagen, in de Senaat, als jullie beraadslagen de iis quae over die dingen die Mago eist, dus over het al of niet geven van hulp aan Hannibal, dan ken ze jou, dan ben ik van mening, dat werkwoord zit helemaal achteraan, dan ben ik van mening dat we twee dingen niet moeten doen. Nek, nek. Hier staat nek, dat we één ding niet moeten doen en dat we een ander ding wel moeten doen. Ik zei het net niet helemaal correct. Dan ben ik van mening dat het niet past, dat het niet passend is, dat het niet nodig is, dat gezonden wordt aan overwinnaars. Dus dan ben ik van mening, Kenzio, dat het niet nodig is, dat is nec atinere. Nog een infinitief is dat gezonden wordt. Dat die hulp is natuurlijk de bedoeling gestuurd wordt aan overwinnaars. Die hebben namelijk helemaal geen hulp nodig. En ik ben bovendien van mening dat ze gestuurd moeten worden. Ik ben nog veel minder van mening, multo minus kensio, nog veel minder ben ik van mening dat die hulp gestuurd moet worden aan bedriegers, aan misleidenden, dit is een PPA, aan mensen die ons misleiden, dat staat daar, die ons misleiden met valse en ijdele hoop. Dus die wel zeggen dat we overwinnen hebben, dat we bijna gewonnen hebben, maar die dat alleen maar doen omdat ze meer geld en mensen willen hebben. Conclusie van Hanno natuurlijk, we moeten hulp aan Hannibal niet sturen.